aan het Goffertpark hier met Tijn Wieberga, de componist en toetsenist die met zijn Amok heeft opgetreden. Je kan het filmpje bekijken en je kan deze nieuwe plaat beluisteren. Tijn, yes. Goed dat je er bent. Dank je hebt eigenlijk nu voor het eerst weer sinds een jaar zelf meegespeeld. Ja. Normaal sta je er voor. Ja. Met een stokje meestal, toch? Nee, ook? Nooit. Zonder stokje? Nee, nooit met een stok. Waarom niet? Maar ik had een directiedocent en die vond het onzin. Ja. Dus ik heb het gewoon geleerd zonder. Oké. Ja. En denk je dat het zo blijft? Denk je dat je ooit nog een in een notenhouten kist hebben ze dan vaak zo'n hele mooie stok? Nee, als het een stok wordt, dan wordt het een drumstok. Oké. Okay. Om samples mee af te spelen. Oh ja, precies. Ja. Op een sampler te slaan. Precies, ja. 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 Nee, met 5 vingers, 10 vingers kan je genoeg doen. Ja. Dus, ja, ik snap het. Maar nu zat je er zelf weer achter de toetsen. Ja. Vond je het lastig dat je dus niet meer zo ervoor stond? En ja. Ik heb wel meer ontzag voor Duke Ellington gekregen bijvoorbeeld. Want die was dus muzikaal leider en toetsenist. En die hield de hele band in het gareel. Terwijl hij ook zelf aan het spelen was. Of bijvoorbeeld Beethoven, die deed dat ook. Die schreef stukken. Ja. Waarin hij dan het zo componeerde dat hij dan met zijn ene hand die vrij was aanwijzingen kon geven. Dus dat is wel nieuw voor mij. Dus dat was een goede uitdaging. Ja, ja. Ja. Denk je dat je volgende keer ook delen gaat schrijven bij een hand vrij kan houden? Misschien, ja. We gaan het zien. We gaan gewoon zien hoe het loopt. Kijk, met deze band, we waren nu met z'n achten. Ja. Dus dat is eigenlijk de helft van het gehele Amok, waarmee ik de plaat heb opgenomen. Ja. Dus daar zou ik altijd zelf spelen. Ja. En met het grote Amok, dan hou ik liever mijn handen vrij voor het dirigeren. Ja. Dat ja, je één focus hebt. Ja. Ik vind dat wel ook een goede uitdaging om daar volledig in op te gaan. Om op le moment suprême onverwachte dingen te doen. Ja, want dat de onverwachte dingen zit eigenlijk in je muziek. Zitten daar allemaal momenten voor ingeruimd wanneer dat kan? Ja. Of zijn dat eigenlijk vaste momenten waarop iets onverwachts kan gebeuren? Of zijn het ook onverwachte momenten waarop iets kan gebeuren? Nou, ik heb natuurlijk vaste momenten waar het onverwachte kan gebeuren. Ja. Maar ik hoop dat als we veel meer gaan spelen, dat als de muzikanten in de muziek zitten en comfortabel zijn, dat ik ze dan opeens kan vangen met iets nieuws. Ja. Want ik denk eigenlijk dat dat een beetje de taak is, ook als ik vanuit componist zijnde naar de dirigentenkant ga, of bandleider. Om dus per concert net iets toe te voegen wat het voor iedereen anders maakt. Ja. Een heel simpel voorbeeld is dat je opeens alles naar beneden haalt, terwijl iedereen verwacht van, we gaan nu naar de climax. Ja. En dan denk je, oh, dat is heel, heel simpel of stom. Maar omdat je met zulke goede muzikanten werkt, weet je zeker dat er iets magisch uitkomt. Ja, ja, dus ik denk dat hoe meer ik ga spelen, hoe meer live ik weer kan spelen met de hele band, hoe meer van dat soort gekke dingen gaan gebeuren. Ja, ja, precies. Ja. Als jij gaat schrijven, is dat wat moeten we voor ons zien? Hoe zit je erbij? Ja, goede vraag. Kijk, ik had eerst altijd dit idee van een componist moet achter zijn piano stukken schrijven of moet achter zijn bureau afgesloten in een hutje componeren. Ja. Maar ik ben er nu wel van overtuigd dat dat niet mijn weg is. Oké, okay, je hebt het wel geprobeerd. Zeker weten, ja. Ja. Wat is wel jouw weg? Nou, ik heb voor deze plaat heb ik een hele duidelijke manier bedacht om de muziek te schrijven. Ja. En dat is om alle muzikanten van Amok op te nemen met vrije improvisatie. En die improvisaties die moesten zij doen op een soort van brain teaser game. En dat is een soort van modulatieschema waarin zij met vormpjes een soort van door een labyrint moesten gaan met noten. Oké, okay, dus eigenlijk een heel een ingewikkeld muzikaal pad wat ze moesten lopen. Ja, precies. En de bedoeling was dat zij dus niet iets gingen improviseren wat zij normaal gesproken doen. Ja. En ook dat ik was gedwongen om ze ook aanwijzingen te geven die ik anders nooit zou geven. Hmm. Waardoor dus in die improvisaties muziek ontstond wat totaal van deze plek en tijd was, zeg maar. Ja. En dat was denk ik 4 uur aan muziek. En toen heb ik dat allemaal geluisterd, in duizenden stukjes geknipt. Had je iedereen ook een ander pad gegeven? Of ja, was dat... okay, ja, iedereen kreeg een eigen pad. Ja. En vanuit al die duizenden stukjes heb ik dus met Ableton, dus een muziek sampling programma, heb ik dus al die stukjes onder elkaar gezet.
ja, om soort van miniatuurcomposities te maken. Dus eigenlijk alles, alle noten waren helemaal niet van mij. Zeg maar, ik heb als componist alle stukjes bij elkaar geplakt en onder elkaar gezet. Ik ben vanuit daar weer verder gaan componeren. Dus niet van, oh, ik kom op een fantastisch idee, laat ik het opschrijven. Maar meer, ik heb fantastische mensen om mij heen. Fantastische, eigenlijk ook componisten, maar dan met improvisatie. Ja. Dus laat ik daar inspiratie op doen. En dat is gelukt. Ja. Goed zeg. Ah. Ja. Je bent een aantal jaar de artist in residence geweest bij het BIM-huis. Hè? Ja. Dat loopt nu af, ja. Of het is afgelopen. Ja. Wat ga je in het zwarte gat? Wat wordt het zwarte gat? Of heb je al een plan? Ja, ik ga eerst met Perforator samenwerken. Dat is een electronics duo, hobo en elektronica. Ja. En we gaan met Marlies van Gangelen en Akim. Juist. En wij gaan met een strijkorkest samenwerken en met Asko Schoenberg. Okay. Dus dat is een heel tof project. Maar ik wil natuurlijk met Amok ook verder. En kijk, ik heb nu met deze plaat en de vorige plaat heb ik wel mijn stempel gedrukt met mijn muzikale stijl. Ja. Dus nu is het eigenlijk tijd om de muzici nog meer te betrekken in het compositieproces. Dus ik wil eigenlijk ook weer een nieuwe plaat gaan maken en een nieuwe tour opzetten waarin dus niet alleen muziek van mij, maar ook muziek van de muzikanten zelf erin zit. Ja. Maar ik ga er heel erg focussen op dat wel die Amok sound, die wel nu established is, dat die zeg maar doorontwikkeld wordt. Ja. Dus ik denk wel, in ieder geval in mijn hoofd, in mijn droom, ik blijft Amok ontwikkelen en doorgaan de komende tijd. Ja. Hartstikke goed. In elk geval is deze plaat Brain Teaser. Dus met de stukken aan de hand van de labyrinthen door jou neergelegd voor de muzikanten. Ga hem checken en ga verder kijken wat er met Amok gebeurt. Dankjewel, Tijn Wiebega. Dankjewel, Koen.